Het is ook een beetje educatief. Je krijgt een kijkje achter de schermen. En ja, ik hoop dat er ook nog wat humor in zit. Tenminste, dat denk ik wel. Zo omschrijft de oud-minister van Financiën Gerrit Salm zijn nieuwe boek dat De Romantische Boekhouder heet. Hierin is zijn loopbaan in de politiek van de afgelopen 20 jaar terug te lezen. Ook heeft de oud-minister een hoofdstuk aan de financiële crisis gewijd. Voor alle geïnteresseerden signeerde Salm zaterdag bij Selectus Donner in Rotterdam. Er waren mensen die zeiden van je bent nu zo lang in die Haagse financiële wereld geweest. Eerst als ambtenaar, daarna als minister, moet je een boek over schrijven. Nou, ik had ook wel even tijd. Want in het begin niet zoveel te doen nog. Dus ben ik maar gaan schrijven. En tot mijn verbazing is het afgekomen. Ik zal niet de eerste zijn die het vraagt, maar waarom romantisch? Ja, het is een beetje de tegenstelling aan de ene kant tussen dat harde cijfermatige, wat bij dat vak hoort. Maar ook aan de andere kant gaat het allemaal ook om een goede omgang met mensen. En dat is de romantische kant, om het zo maar te zeggen. Ik vond het een mooie titel. Mijn vriendin is ook boekhoudster. En ik vind Salm ook een hele interessante man. Ik hoorde dat hij in Rotterdam was. En ik denk, nou, dit is mijn kans van mijn leven. Ik denk, ik probeer hem even te strikken. En dat is toch gelukt, gelukkig. Nou, dit is een boek voor de vader van een vriendin van mij. En dat is altijd de VVD-stemmer geweest. En ik vond het wel leuk. Ik wilde eigenlijk eerst om een schuldbekentenis van meneer Salm vragen. Ik heb het allemaal fout gezien. Zou je dat willen tekenen? Maar daar heb ik vanaf gezien, dat staat vast in het boek. Ik volg alles. Ik heb een soort hobbyboek van hem gemaakt eigenlijk. Maar dat heb ik meer thuis liggen. En dan, want alle foto's uit de krant pak ik dan allemaal in. En ik hou wel een beetje bezig met meneer Salm. Mag hem heel graag. Ik verwacht inhoudelijk iets, maar vooral ook grappige zaken. Omdat het toch wel een man met humor is? Hij heeft wel humor. Ja, nee, hij heeft zeker humor, ja. Ja. We hebben vanmorgen een aantal anekdotes gezien ook op tv. En ik hoop dat het aantal anekdotes zien staan. Een beetje insight informatie over het wereldje van de politiek en zo. Dus, ja, lijkt me leuk. Het boek is voor €19,50 te koop bij Selectus.